zijn we al begonnen? In mijn herinnering was je langer. Was ik ook. Spannend. Nou, ja, ik ga dood van de spanning. Henry is zo fucking onderkoeld dat alles wat wij doen, ziet er gelijk dom uit. Ja? Je hebt echt een hele chille vibe over je heen. Thanks, man. Heb je tips voor de reaguurders die kijken, die misschien... Opkroppen. Nice. Eens in de zoveel tijd heel hard op je motor rijden. Oh ja. Of iemand op zijn bek slaan. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Ik heb ook wel eens een keer heel hard geroepen toen iemand mij op mijn bek was slaan. En ik zei, ik heb kanker. Kom op dan. Nee! Nekelpartij. Die dwaartje erbij. Drukwoord reten 174 met niemand minder dan tegenwoordig toch wel superster Henry Falloon. Yeah! Jij bent zo succesvol, je hebt gewoon bling en horloges en tato's en ja, wauw. Ja. Ja, ik ben lekker bezig. Ja, lekker nee, serieus. Geld ja. verdienen. Ja. En ik doe wat ik leuk vind en ik maak mijn dromen waar. En een paar keer op Dumpert geweest? Chernobyl vodka. Kun je uitleggen wat is het precies voor de mensen die het niet kennen en die dit voorbij zien komen en die vinden het hartstikke grappig, maar wat houdt het precies in? Random Shit is een programma. We hebben de kans gekregen van Videoland om random shit te maken. Ik heb ooit met Flip van Stefan en Flip een pilot gemaakt met gewoon voor onszelf gewoon lachfilmpjes. Die heeft hij laten zien aan mensen en toen zei Videoland, dat willen we hebben. Dus het is echt super veel verschillende afleveringen. Henry Falloon. Hey. Haha. Doe je typetjes? Vinden mensen ook heel leuk? Oh, dat hoort het goed aan. Nou, krept het. Hij schromt daar. Goede tijd. Jonge dame, zeg waar is het vuifje? Hey! Hoeveel typetjes speel je? 21 verschillende rollen. Ja, dat is wel meer dan die ene die ik al doe, 180 afleveringen. Ja. Dumpert eten was leuk. Mag ik Herman de Blijken nog een keer nadoen? En rollen, zeg. Het is lekker al door de rollen of jullie. Ja, ik kan het dus niet meer terugkijken. Eigenlijk. Niet. Nou, vooral ik weet niet, niemand zegt ook tegen mij van joh, nee. Misschien kun je even scheren of ga even naar de kapper of zo. Nee. Maar bij jou maakt het er ook eigenlijk helemaal niet uit hoe je eruit ziet. Nee, het gaat om mijn karakter. Ja. Ja. Daar kun je wel aan werken nog, vind ik. Jonge, Mogol. Jonge, muggel! Ik snap het niet, waarom ik... Ja, hij moest achteruit, hij keek niet achteruit. En toen reed hij tegen die auto aan waar vanuit gefilmd wordt. En die bestuurder daarvan, die zei... Jonge, muggel. Dat is er gebeurd, als ik het goed heb gezien. Ja. Dat erg vijf reten. Jonge, muggel! Weet jij hoe je hem begon met een ananas op zijn hoofd? Nee. Jostia Wari. Oh ja, shit. Ja, die hadden we kunnen weten. Als je nou echt al vier keer gezegd. Het is groen en het geluid van de berg. Skiwi. Nee, broccoski. Snap je het? Ook niet leuk, maar het is wel een variatie. Dat weet ik niet. Hoe zit? Goed man. Ja? Maar even opnieuw nog, het is een beetje awkward. Dan lijkt het net alsof wij heel smooth zijn. En het snap je? This is real time. I'm crying. Because, look, Teddy found the buzz cutter. Look, Eloise, turn around. Oh my god, oh my god. Maar is ze nou echt aan het huilen? Ja. Hij rot op. Alright, it's just hair. It's hair and it's gonna grow back and mommy's okay. Maar dan zit die kut eerst paniek te maken. Dan zien die kinderen die huilende moeder, mijn mama's overstuur. En dan zegt ze op het laatst, oh nee, het groeit terug, het is oké. Okay. Ja, ze is gewoon geschrokken. Of bipolair. Okay. Honesty, that's good. It's just hair. It grows back. Ja, maar dan eerst schrikken, maar dan toch de telefoon erbij pakken. Dan ben je wel een beetje anders hoor. Mommy, I look like a boy. No, you don't look like a boy. You're a beautiful girl. You don't look like a boy. You're a beautiful girl. Ja, en dan wordt ze straks zijn er weer problemen in Amerika. Want dan doet ze aan genderification. Had iemand dat maar tegen mij gezegd toen ik puber was?
Ah, kijk, nu maken ze gewoon een volbloed chemopatiëntje van. Ja, ja, ja. Ik weet nooit of jij nou echt lacht of niet. Ja, soms. Oh my god. Wat vond jij ervan dat ze dan bij de Kruidvat luizenmoeder shirts gingen verkopen? Ja, vond ik wel een beetje zonde. Ja, een beetje een Yvonne Jaspers move eigenlijk. Ja, ja. Yvonne Jaspers. Ik zou er... Nee. Amor, ja. Hey, je moet bij dat niet je tracht bij, hè? Je moet nooit doen. Waarom doe je dit? Kom, liefje. Kom, pap. Kom. En hij bijt om, hij bijt om! Hij bijt om! Oh, oh, oh nee. Hij bijt om! Is zijn arm eraf? En hij bijt om, hij bijt om! Hij bijt om! Mijn vriendin die zei, dus ook laatst wat grappigs tegen me, die zei, als we een kind krijgen zullen we hem dan Temmer noemen. Snap je? Temmer? Van Leeuwen. Leeuwen Temmer. Maar dat bedoelde zij helemaal niet. Zij vond het gewoon een leuke naam. Nee, dat bedoelde ze wel. Sperma. Hij bijt op! Maar dit is toch super dom, of niet? Dit is best wel dom, ja. Ja. Het zou het Fransen zijn, of niet? Dit is gewoon echt een aandachtsgeile meneer die gewoon per se hem wil aaien voor de foto en video. Het maakt zoveel meer kapot dan ons lief is. Weet je, laat die... Dit is echt puur voor de foto, dit, hè? Hij bijt op! The man was taken to the hospital following the attack, where he is reportedly in a serious condition and being treated for a severe septic shock. Hij is er al serieus van geworden. Het was altijd een hele grappige man. En nu is hij daar heel een beetje... Ja. En hij bijt om, hij bijt om! Hij bijt om! Maar ik had het wel leuker gevonden als hij ook daadwerkelijk was overleden. Dan leerde je echt wat van. Jezus. Hij bijt om! Die ruitjesblouse en dat beige korte broekje. Ik zie mezelf over 30 jaar. Vier eten. Ja, Jezus man. Dit is echt... blijf dit doen. Want het blijft super stupid. En 5 reden. Dit maakt mijn vriendin. En wat lief dat je dat draagt. Ja, tuurlijk. Dat vind ik wel aandoenlijk. Dat is heet liefde. Schattig. Dat leer je nog wel kennen als je ouder wordt. Op zich heb je wel een bepaalde hoeveelheid ballen als je gewoon wegloopt. Terwijl 3 agenten je onder schot houden. Hij is toch even binnen geweest. Val je ook op je lul. Volgens mij is je lul dan het eerste wat de grond raakt. En die wordt dan natuurlijk door die schok meteen stuif. Dat is wel waar, ja. Bang. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij nog even zo... Zie je, hij stuitert. Je hoort ook op de achtergrond, dat zit ook in het filmpje, dat je hoort een man die het filmt zo, die hoor je de politie een beetje ophitsen. Ja, hij zegt ook van galoezoe of zo. Ja, galoezoe dan. Galoezoe dan. Schiet hem in zijn kut. Galoezoe daar, galoezoe daar. Goed optreden van de politie. Dit soort mensen die zomaar ergens naar binnen moeten lopen, moet je keihard aanpakken. 4 reten. Weet wat grappig is? Als ik zo doe, dan kun je die gekke gezichtjes doen. Oh ja. Nee, je moet dan... Wow. Ik wil graag wat nieuws introduceren. En dat is? Het Dikke Billenjournaal. Ik zie dus de hele... Soms. Ik zie de hele tijd. Soms zie ik op internet... Af en toe één keer leuke meisjes staan die een foto maken waar hun derrière zichtbaar is. Ja. Nou, ik dacht van, nou, misschien willen ze ook wel in het Dikke Billenjournaal op Dumper. Doe even hashtag Dikke Billenjournaal en dan maak je kans om in het Dikke Billenjournaal te komen. Zet! Dikke Billenjournaal! Ja. René, heb je veel aanmeldingen gehad voor hashtag Dikke Billenjournaal? Zeker niet. Wout Trippaars. Cement als trouwe reageerder. Zo, bedankt. En ik denk dat je hier al onze reageerders enorm blij hebt gemaakt. En dit was ook precies de bedoeling van het Dikke Billenjournaal. Dit is precies hoe ik het wilde. Hitsig hondje. Ja, dat is leuk. Het lijkt niks moeder wel. Wat bedoel je? Ja, die kijkt ook altijd zo gek. Nee, ik wou zeker weten dat je dat bedoelde, maar dat vind ik wel goed. Oh, ik vind het gewoon een beetje me too, hoor. Het is gewoon een beetje zielig. Ik heb een puppy en er is één hond in de buurt. Ja. En die neukt mijn puppy de hele tijd. Ja. Maar wat vindt jouw puppy ervan om dan dat te ondergaan? Ja, wel lekker ook, ja, natuurlijk. Ja. Hij is behoorlijk goed volgeblaft. 5 reten. Tering. Ja, 5. Top. Neukende honden. Er was een keer iemand met syndroom van Down die had mijn haarmasker gestolen. Wat?
Mijn haar. Ik wou net zeggen, wat? Mijn haarmasker. Wat is dat? Een masker van je haar. Dat doe je in je haar, dat laat je even 10 minuten intrekken. Shampoo? Nee, een masker. Een haarmasker. Je weet wel wat een haarmasker is? Een masker? Van een fles, daar staat op haarmasker. En dan doe je het in je haar en dan heb je shampoo. Haarmasker. Nee. Een soort shampoo, ja. Nee. Nee, haarmasker, ja. Het is totaal, jongens, het is echt totaal iets anders. Ik bedoel... Enfin, jullie neuken en toen? En nu ben ik zwanger. Nice. Nee, grapje. Is dat ook zo, ben je ook zo'n kind van... De cola begint te werken. Ik zat er helemaal niet in. Het kind van Karpaat of zo. Hoe heet die man? Die 50 kinderen heeft. Nou, ik ben er weer uit. Waarom vreet jij overal appelmoes bij? Zo ben ik opgegroeid. Zeg maar, ik vind het vies. En dan kwak appelmoes erop. En dan, die vind ik wel lekker. Alleen? Ik vind pijpen echt niet lekker. En dan sta je hier appelmoes. Dardo schrijft... De lat voor het dikke billenjournaal ligt nog niet hoog. Ik ben benieuwd naar volgende week. Nou, die ladder is alleen maar kleiner geworden. Ja. Ik had ook meegedaan, maar hij is er niet doorheen gekomen, want ze waren te klein. Bongo Aapbalzak schrijft... Ben ik de enige autistische reaguurder? Je bent sowieso niet de enige. Nee. Die het irritant vindt dat het reetgeluidje onaangekondigd veranderd is. We kijken altijd de montage van tevoren met z'n allen en de geluiden waren allemaal goed. En dan doen we nog wat aanpassingen en dan gaan we het exporteren. En toen met de export, toen we erachter kwamen dat op YouTube een dumper stond, toen was het geluid opeens anders. Omdat Nick het verneuken heeft. En toen zijn we daarna gaan kijken waar aan het lag. En toen gingen we nieuwe exports maken, toen was het niet zo. Want het lag aan Nick. Wow, maar hoe kan dat dan? Je koning Willy's... Mijn middelste dochter is vandaag 12 geworden. Leuk zo'n feest, maar met 4 vrouwen in huis wordt het zelfs mij te veel. Nu lekker op het toilet met een pilsje Dumperdree te kijken. Proost, landgenoten. Als je nou last hebt van die 4 vrouwen, stuur ze naar Nick. Eerste ene van 12. Lampengat de Rinneke schrijft... Ik als vrouwelijk reaguurder zou echt graag meedoen aan een spelshow Dumperdaten of het Dikke Billenjournaal. Maar aangezien ik op een groep werk in de jeugdzorg is dat niet zo handig. Dus Nick, zullen we een keer los van Dumperdaten daten? Is dat zeg maar een sneer naar mij van dat ik ook in een groep hoor? Of... Nee, ik denk dat ze is gewoon oprecht. Ik vind ook dat in de jeugdzorg, het is toch niet erg laat gewoon je billen zien. Ja. Iedereen heeft waarschijnlijk zitten ze bij die groep toch allemaal te fantaseren over je reet. Dus dan kun je hem net zo goed gewoon laten zien. Mijn vriendin heeft een nummer 2 reet van haar school. Ze heeft een reetje van 80 en zijn vriendin en die is nummer 2 geworden. Aarsbleker 69 schrijft op 202, Nick zegt... Ik en René staan op Pornhub. En dan zegt Sylvana, ik sta ook, puntje. En ze maakt haar zin niet af. Ik ben toch benieuwd wat Sylvana had willen zeggen. Iemand had mij ooit een keer link doorgestuurd. Sylvana wordt geneukt door neukmachine. En toen was onder de tekst Sylvana IJsselmuiden. Dus dat was iemand, gewoon een actrice, die had mijn namen gebruikt. Nou, dat is waar jullie het mee moeten doen. Ja. Sally Mero schrijft, heerlijk, een paar nazi-grappen naast een kale jood. Gooi ik er meteen nog één bovenop. Waarom spelen joden geen rugby? Het is wel echt toepasselijk, omdat JJ rugbyt. Slechte ervaringen met op een hoopje liggen. Broodkroketje schrijft, er was laatst bij de VPRO... Ja, kan het echt niet. Au. Broodkroketje schrijft, er was laatst bij de VPRO een zeel op het nieuws. Plus 1. Nou. Leuk. Au. Oud vrouwmens gaat niet aan de kant. That's it, love. Just this massive fucking space here. But you're just still clocking on down the road, aren't you? Fucking move! 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 Oh. What? No money. Als ik hem was, zou ik gewoon volop op de knieën inzetten. I've got you on fucking camera! You tried to get it! I have not tried to run you over. Maar in het begin vind ik het lachen en daarna vind ik het heel triest. Look what you fucking done! I'm calling the police on you, you horrible cunt! Go on! Dit gebeurt er dus als je dingen opkropt in je leven. Ja, precies. You just fucking smacked my car! I couldn't care fucking less! You fucking bitch! Ik bind toch altijd wel in. Op een gegeven moment denk ik van, ben ik nou eigenlijk mee bezig, weet je wel? Ja. Toch? Nee. Maar daarvoor loopt ook gewoon... Move out the fucking way! You've just assaulted me, you cunt! I'm calling the police! Lucille Werner, leuk dat je weer op in ieder geval het internet bent. 4 reten. Ik wist dat het slecht ging met Clown Bassie, maar zo slecht 1 reet. Wist je dat vogelbekdieren melk zweten? Wat? Echt? Ja. Waaruit? Uit hun lichaam. Nee, maar in de zin van... reet.
uit zijn pik. Nee, ja, maar serieus. Nee, maar ik bedoel, moet je hem dan helemaal zijn rug aflikken of zo? Van, nee, van je moeder? Okay. Zweet melk uit zijn pik. Nou, dat heb ik ook wel eens. Oh ja, net met die fucking Notre Dame. Dat is natuurlijk alweer 2 dagen geleden morgen. Maar dan verbrandt dus zo'n ding, zo'n symbool van pedofilie en roof. En, ja, hoeveel kinderen zouden daar niet misbruikt zijn nou, vroeger? Veel. Ja. In die 600 jaar, tientallen. Ja. In ieder geval één. En dan wordt er 100 miljoen ingestoken door Gucci. En nog eens 100 miljoen door Versace, door die mannen, die families en zo. Ja, dat is echt zo. Die gaan het opknappen. Weet je wel, dat ding stond al 3 jaar weg te rot of zo. Nu is er een beetje aandacht. En dan, ja, wij geven wel geld. Hè, terwijl ze dat eerst door kinderen en sweatshops in China. En dan moeten wij staan te juichen. Nou, ik niet. Nou, dat doen we dus niet. Nee. Wij. Kritisch jij... burger. Ja. Hey. Moet jij geen geel hesje aan ook? Nee. Wat? Wordt runderbouillon. Ah, oh, boy. Is dat een ontstoken eier? Is dit een eier? Ah, man. Heel vies. Oh! Oh, het lijkt inderdaad op runderbouillon. Nou, ik vind het best goed door van Erika Terpstra dat ze er wat aan doet, maar het hoeft dan niet zo. Jezus. Dit is een beetje hoe John de Mol een nieuwe format verzin. Ik vond wel een goede grap eigenlijk. Ja, dat is een goede grap. Ja. Fijn weten. Ik heb er zelf gesteld van. Ja, nee, maar je schiet 100 keer en heb je toch een keer raak. Ja, ja. Eindelijk na gewoon 174 afleveringen dat je gewoon eens een keer echt uit het niks... Vet. Goeie grap. Ja. Vet. Wat moet je daarvoor hebben? Nou, een tientje. Ik heb... Nou. €2. Ja, thanks man. Thanks. Godverdomme. Ga ik hem wel iets beter maken toch? Beetje schaven. Hij heeft nou je grap gekocht, hè? Het geluid is goed. Het is goed. Superdom. Het staat op beeld ook. Super, ik ga daar zo fucking veel geld mee verdienen weer. Ik vind het een misleidende titel van de Dumpert moderator van dienst. Dit is niet hoe runderbouillon wordt gemaakt. Eén reet. Lief. Ik ben haarmasker. Wat is jouw IQ? Weet ik niet. Ik ben waardeloos in ruimtelijk inzicht. Nee, maar het gaat dus bij mij echt van een leien dakje. Al die dingen met getalletjes en woordjes en dingen, bla bla bla. En dan op een gegeven moment moet je kubusjes in kubusjes gaan plaatsen en zo. En lijnen aan lijnen. Daarom geef je ook nooit iets aan collectors en zo. Ja, dat krijg je niet door het. Ja, ik geef alleen maar digitaal. Een cirkeltje, een gleufje. Een streepje en een cirkeltje. Gooit die gewoon weg. Hoe kan dat nou? Nee, fuck you, ga weg. Kankerfonds. Handtekening! Ginger. Forever, for life. En een penis. Ja. Geweldig. En daarmee zijn we aan het einde van de show. Bedankt. En je bedankt. En tot de volgende keer. Doei. Nee. Nee, ik op partij. Die dwars zit erbij. Ah ja, dat is zin. Fuck!